waarderen, mensen. Applaus. De minister komt eraan, mensen. Netjes houden, alsjeblieft. Nee, we gaan het netjes houden. Goedemorgen, iedereen. Ik wil niet langer op straat blijven. Ik wil dat de regering nou eindelijk luistert. Precies. En ik vraag u alstublieft dat u dat doorgeeft aan de president. Toch, het is me, ik ben het echt zat. Ik wil normaal gaan leven. Ik wil dat het voor ons allemaal moet gelden. Die meneer die in zoveel functies is. Ik vraag u om in uw partijhuis hierover echt concreet te praten. Want dat kan niet, dat is schandelijk. Toch? Hoe kunnen we dit toestaan in ons land, minister? Nogmaals een vraag. Minister, wordt de EBS-prijs hier en op de vergadertafel bij financiën voor elkaar gekregen? Dat is concreet. Een yes of een no answer. Ik ga u een antwoord geven. De EBS-prijs wordt niet meer bepaald. Ik kan u vertellen, voor wat het waard is hoor, de informatie, dat de afgelopen 6 maanden de subsidie aan EBS meer dan 1 miljard is geweest, SRD. De subsidie is begroot meer dan 2 miljard dit jaar. Daar moet iets aan gedaan worden. Uw vraag te beantwoorden, nee, de EBS-prijs wordt niet hier bepaald. De EBS-prijs wordt in gezamenlijk verband bepaald en door de regering goedgekeurd. Want het wordt voorgelegd aan de regering, de volledige regering, en de regering stelt die prijs vast. Maar we zijn bezig met een herstelprogramma. En daar past EBS in, daar past brandstof in. Ik ga u nog meer informatie geven, lieve mensen. U weet het misschien niet, want ik hoor ook, u heeft de voorzitter van VSB ook gehoord, toch? Dat die brandstofprijzen losgelaten moeten worden. De brandstofprijs wordt tussen 150 en 200 miljoen per maand gesubsidieerd. Als ik het loslaat, wat gaat met u gebeuren? En we hopen dat het een tijdelijke situatie is. Er is geen government take. Het wordt gesubsidieerd, dus er kan geen government take zijn. Leerkracht van het binnenland, GLO onderwijs. Er is 3 miljoen vrijgemaakt voor leerkrachten in het binnenland die ondergelopen zijn. Getroffen scholen, zwaar getroffen scholen. En we zijn nog steeds in de stad. Al sinds januari zijn we in de stad. Men geeft aan dat het geld vrijgemaakt is geworden voor het binnenland, maar we kregen nog niets. Niemand die ons benadert, jullie zijn wel bezig met het platform, maar die kinderen gaan niet naar geen onderwijs, er is geen school. De scholen zijn abnormaal vuil, de leerkrachten hebben alles kwijt en niemand die ons tegemoet komt, terwijl er 3 miljoen vrij is gemaakt voor de scholen in het binnenland. Maar we horen niets. En men geeft aan, minister van Onderwijs geeft aan, dat geld moet vrijgemaakt worden door u. Maar we horen nog niets. Waar moet het geld vrijmaken? Weet u, het is vrij makkelijk gezegd dat het geld nog vrijgemaakt moet worden. Ik kan hier niet echt een concreet antwoord op geven. Ik moet checken. Laat hem ook antwoord geven. U heeft een vraag gesteld, laat me antwoord geven. Hoor. Ik ga dit bespreken. Ik ga intern ook kijken als het bij het ministerie van Financiën ligt het probleem. Dan kan ik u de verzekering geven dat als het bij Financiën ligt, dat het direct opgelost gaat worden. Laat die meneer uitpraten alsjeblieft. Jullie vragen iets, dan moet hij antwoord kunnen geven toch? Dat het opgelost wordt en anders ga ik in overleg treden met mijn collega van onderwijs om te kijken waar het probleem precies ligt en of we dit gezamenlijk kunnen oplossen. Ik neem dit mee, maar op dit moment moet ik je het antwoord schuldig blijven. Ik wil u gewoon vragen, u hebt geunificeerd, u hebt grof geunificeerd. En u hebt een grote fout gemaakt door geen vangnet direct te plaatsen. Hoe zit het met het vangnet zodat de potisma, de mofinawang, toch de onderste laag van die samenleving er profijt van kan hebben? Want vroeger was het sardine ei, maar nou de toestand dat controlutie. Het is niet zo dat we geen sociaal vangnet hebben uitgerold.
En ik ga direct erkennen dat de uitvoering daarvan veel beter had gemogen. Daar gaan we ook aandacht aan schenken. Dat heeft de president ook gezegd. Maar er is meer dan 2,5 miljard beschikbaar gesteld voor een sociaal vangnet. 2,5 miljard. Dus u weet dat een aantal zaken verhoogd zijn geworden. We hebben 50 miljoen ter beschikking gesteld voor de mensen die alleen van een AOV moeten leven. De uitvoering loopt nog niet helemaal goed. Daar gaan we aandacht aan schenken. Daar heeft u een punt. Daar heeft u een punt. Dus daar gaan we aandacht aan schenken. Een kipper E gaat richting 10 SRD. Dat is nu 6. Minister, ik weet niet of u het weet, of u vegetariër bent, of u kip of rund of whatever eet of varken. Maar een kilo kippenvlees kost vandaag bij Sranaforu 91 gulden. Bij SP boven 92. Bij Tom, ik weet er alles van, minister. En dan komt het laatste, minister. Kijk u naar mijn voeten. Ik heb mijn laarzen moeten zo meteen naar mijn voeten. Daarom dat ik met slippers ben gekomen. En mijn vraag is, waarom is die voer zo duur? Eigenlijk moet ik al mijn 30.000 kippen voor u brengen. Die voer is duur. De kleine pluimveekwekers gaan dood. De grote, die zijn aan de galg en die bank moet geschopt worden. Dat kan zo niet doorgaan, minister. En weet u waarom? Omdat er kapitalisme brengt vlees uit het buitenland. En we weten niet welke hormoonvlees we eten. En ik wil u het laatste vragen. Al een jaar ben ik bezig met de Finabank. Ik ben geen crimineel. Ik doe geen drugs of whatever. En mijn bankrekening kan niet van de grond komen. Hoe vindt u dat? Geeft u mij concreet antwoord, anders gaat u niet weg. Meneer Kuik, ik heb met de bankiers gezeten. En ik heb de bankiers gezegd, bankiers, wat jullie doen in jullie compliance. Guys. Wat jullie doen, de compliance, de ondernemers, dat moet anders. Dat moet anders. Ik hoop, en dat was bij de Centrale Bank samen met de Centrale Bank Governor. Ik hoop dat de bankiers dit ter harte nemen. We hebben te maken met een ontspoorde economie die we aan het herstellen zijn. En ja, de consequenties daarvan, dat doet pijn. Dat ga ik niet ontkennen. Dat doet pijn. Maar de bedoeling is dat wanneer het herstelprogramma goed uitgevoerd wordt, dat we weer naar een stabilisatie gaan. Dan weet je dat die koers al langer dan een jaar gestabiliseerd is geweest. Het gaat omhoog, maar je moet zich afvragen waarom. Maar het is een jaar stabiel geweest. De bedoeling is om dat te doen, om business te kunnen faciliteren, zodat u goed kunt plannen. Dus, heeft u persoonlijke mening? Geeft u me nu uw persoonlijke mening. Heeft u uw mond opengemaakt om te zeggen, president, u kunt het niet maken om uw vrouw daar te benoemen en de statuut te gaan veranderen. Minister, president, u kunt het niet maken om de broer van de vicepresident in vijf raden. Hebt u uw mond opengemaakt? Dat wil ik van u weten. Laat me u concreet antwoorden. Friends and family gaat bij mij niet in. Is het antwoord concreet? Maar waarom? Okay. Maar waarom zit u dan toch in de regering als dit soort dingen doorgaan? Als u het er niet mee eens bent. En men gaat door met dit soort benoemingen en dit soort beslissingen. En u bent de minister van Financiën. U moet die salaris van die mensen betalen. Als u het er niet mee eens bent, waarom blijft u in de regering als u het er niet mee eens bent? Of waarom komt u met een standpunt naar buiten? Ik heb aan de president gezegd, ik ben het er niet mee eens. Ik heb aan de vicepresident. Dan bent u de minister van Financiën. En daar gaan we in u geloven. Ik heb u mijn persoonlijke mening gegeven, maar ik ga voor het groter belang. En het groter belang is niet slechts family and friends, het groter belang is die economie herstellen en daarvoor heb ik mij ingezet dag en nacht. Ik ben uw naam even kwijt, want normaal ken ik uw naam. Meneer Durham. Dag en nacht heb ik me ingezet om een herstelplan uit te voeren, om te onderhandelen met de schuldeisers, want dat is het grote probleem in Suriname. En dan laat je de andere dingen die van minder belang zijn, neem je op de koop toe. Ik hoop dat dat duidelijk antwoord is naar u toe. Want bij mij, mag ik even afronden, bij mij geldt het groter belang, meneer Durham. Bent u bereid natuurlijk om een stapje terug te doen wanneer het gaat om het probleem bij financiën? Ik kan u zeggen, op uw vraag.
ik heb het ministerie 2 keer betreden vanaf het onderzoek. En ook vanwege mijn persoonlijke omstandigheden die bij menig van u bekend zijn. Vandaag, om u tegemoet te treden. En toen ik met de Oppenheimer onderhandelaars moet onderhandelen. Want die onderhandelingen doe ik. Voor de rest ben ik niet op het ministerie geweest. Ik hoop dat dat duidelijk is. Oké, dat is dat. Bewuste beslissing, minister? Ja, heel bewust. Heel bewust. Ja. U moet het aanvragen. Ik ga het beter met ons.